bal. Gefeliciteerd. Ja. Wat een wedstrijd. Ja, fantastisch. Ik had het echt niet verwacht. Maar ik ging er gelijk volle bak voor. Ik probeerde zoveel mogelijk direct de aanval op te zoeken. En dat pakte gewoon heel goed uit. En ja, ik ben echt super blij. Het is ongelooflijk. Het betekent echt heel veel voor me. Nu eindelijk een keer kampioen ben en geen derde. Dus het is echt mijn eerste titel ook. Dus ik voel me helemaal fantastisch. Ja, je won in de kwartfinale van de nummer 2 van de wereld, nu van de nummer 1 van de wereld. Ja. Hoe heb je dat geflikt? Ja, ik weet het niet. Ik wist gewoon dat ik de afgelopen tijd heel goed speelde. Dus ik wist dat alles mogelijk was. Maar als het dan daadwerkelijk gebeurt, sta je toch te kijken van wow, ik heb het wel geflikt. Heb je tijdens de wedstrijd een moment gedacht, waar ben ik mee bezig? Nee. Ik heb echt gedacht, ik moet gefocust blijven. Ik moet niet gaan denken dat ik nu echt kan winnen. Ik moet gewoon consequent doorgaan. Anders gaat het mis. Dat weet ik gewoon, want mijn tegenstander is heel ervaren. Als ik iets gas terug zou nemen, dan zou hij er vol overheen komen. Dus ik dacht gewoon vol door tot het einde. Ja, dit was de kortste weg naar Rio. Je bent gekwalificeerd voor de Paralympische Spelen. Wat betekent dat? Ja, dat betekent heel veel voor me. Want ik sta twaalfde op het moment. En dat is een beetje de grensplaats. En nu ben ik echt geplaatst. Dus nu hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken. Dus, moet een heerlijk gevoel zijn. Ja, zeker weten.